Nieuwe stoffen, dat zijn eigenlijk stoffen die al veel langer in het milieu voorkomen en gemaakt worden, maar waar we nog geen weet van hebben. Maar ook bijvoorbeeld nieuwe stoffen die nieuw door de industrie worden ontwikkeld en pas recent in het milieu terechtkomen. We onderzoeken die nieuwe stoffen eigenlijk op allerlei manieren. We kijken bijvoorbeeld met allerlei analytische apparatuur hoe we die stoffen kunnen meten op heel lage niveaus. Maar ook door te kijken wat voor stoffen er worden geproduceerd en wat voor stoffen daarbij vrij kunnen komen in het milieu en in de waterketen. Bij geavanceerde technieken dan moet je denken aan effect direct analysis, non-target screening, doelstofanalyse of bijvoorbeeld deeltjesanalyse. Dit zijn allemaal technieken die het mogelijk maken stoffen op laag niveau te meten en deze stoffen ook te karakteriseren. In het BTO-onderzoek naar nieuwe stoffen worden door KWR analysemethoden ontwikkeld die straks door de laboratoria van de bedrijven overgenomen kunnen worden, zodat we ter alle tijden de stoffen kunnen analyseren. Dus KWR is een soort verzekeringspremie voor de bedrijven, zodat we altijd voorop blijven lopen in de analyse van nieuwe stoffen. Het onderzoek naar nieuwe stoffen, ik denk dat dat in de toekomst toch wel iets gaat veranderen. Allerlei nieuwe ontwikkelingen in de analytische apparatuur maken dat we steeds meer stoffen kunnen meten. En in het verleden is eigenlijk vooral gekeken naar een aantal specifieke stoffen. Maar we zijn er zo langzamerhand aan achterkomen dat er veel meer stoffen in het water zitten. En dat vraagt ook om andere methoden, meer geïntegreerde methoden, waarbij je bijvoorbeeld kijkt naar het effect van een mengsel. Of bijvoorbeeld een analytische methode die niet specifieke stoffen bekijkt, maar een hele set aan stoffen tezamen. Eigenlijk het complexe mengsel. In de toekomst zullen we ons meer gaan richten op effectgerichte metingen. Met deze metingen kunnen we het gecombineerde effect van alle stoffen die in het water zitten toetsen. Daarnaast kunnen we, denk ik, met tweede screening ook veel breder gaan toetsen op stoffen die voorkomen in het water. Met dit onderzoek zoeken we proactief naar nieuwe stoffen en bepalen we hun toxicologische relevantie. Daarmee zorgen we ervoor dat nu en in de toekomst ons drinkwater chemisch veilig blijft.